In deze video-examen 2024, tijd vak 1, HAVO Wiskunde A. En we doen de vragen 9 en 10. Op basis van de figuur, ik pak hem er eventjes bij, zou je kunnen denken dat er in de steekproef van alle leerkrachten in 2017 een lager percentage voltijds werkt dan in de steekproef van alle leerkrachten in 2003. En we hebben dus over alle leerkrachten, dus we hebben niet gescheiden mannen en vrouwen. Maar dat gaan we zo meteen wel bekijken. Nou, de vraag is, geven een getallenvoorbeeld waaruit blijkt dat dit niet noodzakelijk waar hoeft te zijn. Oké, nou weet je wat ik doe? Hier komt het dus eigenlijk op neer. Ik moet dus aantonen een hoger percentage, hè? Want als je gaat kijken naar 2003 en voor de vrouwen en de mannen, dan denk je natuurlijk dat je meer voltijders hebt. En als je gaat kijken naar 2017 voor de mannen en de vrouwen, dan denk je dus dat het procentueel gezien lager is. Nou, we gaan dus proberen aan te tonen dat dat percentage ook hoger kan zijn. Nou, ik begin even met het maken van een tabelletje. Dus we gaan die percentages er even uithalen voor de mannen en de vrouwen. Ik lees daar af 75%. Ik lees af 60%, 30% en 25%. En dat zet ik even in mijn tabelletje. Nou is het in ieder geval wel een tabel. En even kijken, wat gaan we nu doen? We gaan dus kijken naar alle leerkrachten in 2017. Want we denken dus eigenlijk, als we gaan kijken naar alle leerkrachten, dat het percentage dus lager is geworden. Oké, nou we gaan het zien. Oké, nou stel je voor, we hebben 2003. We hebben in totaal 2000 personen die zijn ondervraagd. En de verhouding is dan 1000-1000. Dus 1000 mannen en 1000 vrouwen. En als ik dan naar 2003 ga kijken, heb je dus ook de percentages daarbij, hè? Oké. Dus dat betekent voltijd, dat zijn dus 750 mannen. En dat zijn dus automatisch 300 vrouwen. En als ik dan ga kijken naar het totale percentage mannen plus vrouwen, dan ga ik dus 1050, die ga ik dus delen op het totaal van 2000. Nou, je maakt er een percentage van. Nou, het blijkt, je komt uit op 52,5%. Oké. Stel je voor, 2017, we doen weer een totaal van 2000. Maar, even kijken, 2017. Weet je wat ik doe? Ik ga dus even heel veel mannen in het onderzoek doen en minder vrouwen. Want dan is mijn totale aantal een beetje hoger. Dus stel je voor, we hebben 1800 mannen en 200 vrouwen. Nou, dan nemen we dus een percentage van de mannen, 60%. Dus dat is 0,6 keer 1800 en 0,25 keer 200. En dat zijn de mannen en de vrouwen. En dan kom ik uit op een totaal van 1130. En als ik 1130 deel op het totaal van 2000... ja, dan kom ik uit op een hoger percentage. Dan ga ik nog even een antwoord geven op de vraag. Want ja, je moet je antwoord een beetje toelichten. Zie mijn gebruikte getallenvoorbeelden waaruit blijkt dat het totale percentage voltijd is in 2017 dus hoger uitvalt. Als je het vergelijkt met 2003. We gaan naar de volgende vraag. We kijken in het laatste onderdeel van deze opgave naar het verschil in arbeidsduur voor mannen en vrouwen die als leerkracht werken. Oké, dus we gaan twee groepen vergelijken. Dus dan denk ik gelijk al aan het formuleblad. In een steekproef onder leerkrachten in 2021 was de gemiddelde arbeidsduur voor de mannen 31,2 uur per week met een standaardafwijking van 8,3. Ik denk dat het hierop uitdraait. En de vrouwen, weer een gemiddelde en een standaardafwijking. Nou, dan denk ik of hoop ik dat je al een beetje weet
welke formule je op het formuleblad moet gaan gebruiken. Nou goed, bovenstaande gegevens over gemiddelden en standaardafwijkingen in combinatie met de vuistregels op het formuleblad leiden echter tot een andere conclusie, namelijk dat het verschil middelmatig is. En wij moeten gaan aantonen dat dat juist is. Nou, we gaan dus aan de slag met de effectgrootte. Heel belangrijk is natuurlijk, dit is de formule eigenlijk, hè. Het is een kwestie van invullen. Dus je moet er wel even rekening mee houden dat dan het grootste gemiddelde vooraan staat. En in dit geval is dat het gemiddelde van de mannen. Dus die zet ik vooraan. Dan de vrouwen. En ik zet de mannen en de vrouwen. Ik zet het gewoon even op volgorde. Net als in de... net als op het formuleblad eigenlijk. De mannen en de vrouwen bij elkaar. Nou, ik pak mijn rekenmachine er natuurlijk bij. Ik tik dat in. Kan in principe niet heel veel fout gaan. Ik neem het over. Ik kijk nog even naar mijn formuleblad. En inderdaad, het verschil is middelmatig. Einde video. Tot de volgende keer.